Bij een auditieve of visuele beperking is de beleving van de game zelf erg belangrijk. Soms speelt het geluid of het beeld zo'n grote rol in deze game dat het helaas niet toegankelijk is voor iemand met een beperking op dit vlak. Het is dus belangrijk dat je jezelf de tijd geeft om de game te leren kennen en ervaringen op te bouwen. Als je hardhorend of doof bent, is er bepaalde hardware die je kan helpen. Zo zijn er vibrerende headsets. Deze leggen de nadruk op auditieve impulsen in het spel. De wat duurdere optie, maar voor een betere gamebeleving, is een vibrerend vest, zoals de Woodger of Subpack. Met dit vest worden de geluiden in de game omgezet in vibraties. Daarnaast kun je altijd in de desbetreffende game kijken of je extra ondertiteling aan kan zetten. Ben je slechtziend of blind? Je kunt de gevoeligheid van de controle aanpassen, zodat je bijvoorbeeld minder snel uit de bocht vliegt of van een ravijn afvalt. Mocht je slechtziend zijn, dan kun je bij sommige games een high contrast achtergrond aanzetten. Daarnaast kun je de omgevingsverlichting dempen, zodat het contrast van het scherm toeneemt. Ook al zijn er niet veel hardware toepassingen op dit vlak, er zijn tegenwoordig wel veel games specifiek gericht op audio of op visueel, waardoor je het ontbrekende aspect niet nodig hebt om te gamen.